Hallo allemaal, vandaag is de dag van de hondsdolheid. Ja, hoe ga je dat dan tekenen? Nou, ik dacht misschien moeten we iets van een weerwolf tekenen, weet je wel. Echt een hondsdol iemand. Met wolven in het land. Moet je weer uitkijken dat je hond ook niet gebeten wordt. Nou ja, je kan hem inderdaad goed laten inenten van tevoren. Dat de kans minder groot is dat hij hondsdolheid krijgt. Maar laten we eens een weerwolf tekenen. Doe je mee? Ja, hondsdolheid. Wat ga je daar nou bij tekenen? Ja, een agressieve hond. Of een, misschien een weerwolf. Dat leek mij dan weer een mooie. Er zijn dan weer wolven in het land. Die kunnen een hondsdolheid met zich meedragen. En dan, als je hond er last van heeft, ja, dan heb je een probleem, hondsdolheid. Het is namelijk ook overdraagbaar op mensen. En ja, gewoon. Meestal moet een hond, geloof ik, zelfs worden afgemaakt als hij hondsdolheid heeft. Vleermuizen kunnen het ook met zich meedragen. Maar hoe teken je dat dan? Laten we gewoon eens een weerwolf tekenen dan of zo. Die snuit natuurlijk zo. Een beetje. Boos zijn dan een weerwolf. Zo. Zo. Ja, een weerwolf heeft natuurlijk ook nog een beetje zo, hè. Beetje die haren zo. Een ander oor. Ja, ik weet niet of dit nou een hele goede weerwolf is zo, maar. Dan ook nog zo klauwen bij doen. Dan wordt het dan een beetje een beetje rare weerwolf zo. Een weerwolf. Eens even kijken hoor. Ik kan nog meer tanden weergeven. Zo. Een beetje van die druppels eraf zo. Een beetje aan het slijmen is. Die tong zo. En dan hier ook die tanden zo. Neus. Die weerwolf. En dan die ogen zo. Misschien is dit wel een betere weerwolf. Zo. Nou, misschien moet je zelf ook aan de slag met een weerwolf. Of iets met hondsdolheid. Ik vind het weer een lastig thema deze dag. Maar we zien wat er morgen komt. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.